Dit programma van Leiden Amateurvoetbal wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Het is zaterdag 12 maart en we zijn met Leiden Amateurvoetbal op het Duivrak voor de wedstrijd in de eerste klasse A tussen Valken 68 en Honselersdijk. Twee ploegen die aan de onderkant staan van de middenmoot die lang gerekt is. Valken 68, de thuisploeg, daar wellicht met het eerste gevaar met Joshua Cooper. Met sleepbeweging komt dan op de achterlijn uit. Moet dan uiteindelijk die bal voortrekken. Dat komt niet zover en kan Quinten van de Helm die bal tot de hoekschop verwerken. Komt dan die bal weer voor, wilde ik zeggen. Het lukt niet, blijft wel op de 16 hangen bij Joshua Cooper. Dan Mark Langeveld. Dat is een hele goede poging. Maar een dito-redding van de Helm. Mark Langeveld terug van een blessure. Speelde vorige week al de nodige minuten in het tweede elftal. En is nu weer terug in de hoofdmacht. En dat scheelt een slok op een borrel voor de ploeg van Allen Kampfens. Dat mag duidelijk zijn. Daar dan de nummer 11 van Honselendijk met een rolletje. Dat mag geen naam hebben, Stijn de Bruin. Ja, daar ga je uiteraard Joris van Harmelen niet mee verrassen. Moet dan hier opnieuw optreden en doet dat goed. Valken 68 met Sammy Zandbergen op het middenveld. Opent dan daar op Joshua Cooper. Daar komt Mark Langeveld. Zo, ja. Wat een schitterend doelpunt hier van Mark Langeveld. Ja, dat is inzicht van de geslepen vos. De speler die nodig werd gemist in de voorbijgaande tijd. Hij weer terug en moet u toch eens kijken hoe hij dat doet. Cooper legt die bal prima klaar, dat moet gezegd worden. Maar dan het kunststukje van Langeveld. Heeft gezien dat die keeper te ver van het doel staat en lift die bal dan daar overheen. Schitterend doelpunt. En Mark Langeveld bewijst dus meteen zijn waarde voor de ploeg van Kampfens. Honselersdijk dan nu op rechts. Daar met een actie. Maar daar kan Joris van Harmelen een redding brengen. En wordt een hoekschop. Maar die levert niets op voor de ploeg van André Laurens. En hij uiteraard bekend van de zaterdagtak van Voorschoten 97. Waar hij een aantal jaar werkzaam voor was. Dan leek het een goede poging daar van Kevin Bogaerts. Maar die bal krijgt niet voldoende vaart mee. En kan van Harmelen opnieuw makkelijk pakken. Huig van Duin dan aan de rechterkant voor Valken 68. Geeft die bal op Langeveld. Kapstok daar natuurlijk. Wat een heerlijk paasje. Ja, Cooper, die had er best in gemogen. Dat had de 2-0 moeten zijn. Weet de middenvelder uiteraard zelf ook. Daar komt Langeveld niet meer uit. Maar wat een heerlijk paasje. Zet daar eigenlijk Cooper alleen voor de doelman. Maar het levert geen doelpunt op. Langeveld dan opnieuw veelvuldig aangespeeld. Is natuurlijk een belangrijk aanspeelpunt. Vliest die bal zelden of nooit. Haalt er nu ook weer een prima hoekschop uit. En dan kan misschien Valken. Ja hoor, daar gaat hij. Jacco van der Bent. Ik wilde zeggen, daar kan misschien Valken van profiteren. Want er wordt daar niet attent verdedigd door de mannen uit het Westland. En dan kan van der Bent die bal heel eenvoudig binnenwerken naast doelman Quinten van den Helm. En is het 2-0 en heeft Valken 68 een prima voorsprong te pakken. Maar we zijn er natuurlijk nog niet, want daar heeft Honselersdijk die bal op de 16. Dan een schot en die zoeft over via Joey Valstar over het doel van Joris van Harmelen, de oud-doelman van Dokkos. Valken dan opnieuw daar met Van der Bent. Geeft die bal dan voor, komt daar niet bij Huig van Duin. Wordt dan weggewerkt door Michel van Giezen. Valken 68 opnieuw. Aan de linkerkant via Jacco van der Bent. Dan weer als middenvelder geposteerd nu in de frontlinie. Daar met een goede actie. En die prikt die bal maar net naast dat doel. En anders is het gewoon 3-0 voor de Valkenburgers. Wat een wilde zou dat zijn geweest. Blijft bij 2-0. Maar Valken 68 duidelijk de bovenliggende partij. Krijgt een betere kansen. Goede doorkopbal van Langeveld. Daar op Sammy Zandberg. Begint dan een goede rust. Dan moet hij nu het overzicht bewaren. En dat doet hij ook uitstekend. Ja, dit is een doel. Die op 90% van op naam mag worden gebracht van Sammy Zandberg, de middenvelder, met het voorwerk van Langeveld. En dan uiteindelijk de afronding van Joshua Cooper. Kreeg al wel wat kansen. Nou, deze is niet al te moeilijk. En de oud-Lisse-speler maakt dit doelpunt dan ook. Dan is het 3-0 voor de ploeg van Kampfens. Daar een prima hakballetje. Dan de inzet van Huig van Duin verdwijnt naast het doel. Ja, bij 4-0 is het wel over. Voor zover dat nog niet het geval is. Maar goed, je weet het nooit in zo'n wedstrijd. Daar met Van der Bent komt daar niet uit.
uit. Krijgt die bal dan toch nog op een presenteerplaatje. Maar kan dan geen medespeler vinden. Maar Valken nog steeds op zoek daar naar een kwartet aan doelpunten. Dan nu de gast daar overgestoken op het middenveld. Inmiddels is daar ook een nieuwe speler binnengekomen. Dat is Tom van Veen. Een belangrijke speler voor Honselersdijk. En hij was niet geheel fit. Kon nu uiteindelijk wel invallen. En daar moet Valken 68 op gaan letten. Daar weer met Sammy Zandbergen. Sammy Zandbergen heeft die bal goed af. Met het overzicht op Huig van Duin komt hij met de voorzet. Langeveld. Hoho. Ja, hij zal erin vliegen, zegt. Dat had zomaar gekund. Maar er staat een speler in de weg. Dan nog even die voorzet op Joshua Cooper. Komt er niet. Komt die bal wel bij Sammy Zandbergen. Worstelt zich langs een tegenstander. Geeft die bal dan om Van de Bent. En daar wordt gescoord. Maar daar is al gevlacht. En dat lijkt mij vanuit deze positie terecht. Van de Bent weet dat ook. Krijgt daar niet zijn tweede doelpunt achter de naam. Halverwege de, nou nog niet eens halverwege de tweede helft. Daar Honselersdijk profiteert daar van een foutje. En dan is het, dan is het na ruim een uur spelen 3-1 door de al besproken invaller Tom van Veen. Hij profiteert van geklungel bij Valken op het middenveld. En dan is het misschien dan toch weer een wedstrijd. 3-1 met nog een half uur te spelen zo ongeveer. Daar met een redding van Harmelen. Ja, Valken 68 moet dit natuurlijk niet gaan weggeven. Niet te makkelijk over gaan denken. Hoekschop vanaf de linkerzijde komt daarvoor, kan daar niet worden binnengewerkt. En zo blijft het bij 3-1. Ploeg op de ranglijst ontlopen elkaar weinig. Daar weer met Van Veen prima actie. Wordt dan goed opgevangen door Valken 68. En kan de mooie gaan uitverdedigen. Maar dat gaat dan wel ten koste van een overtreding. Een vrije trap. Weer Van Veen komt hij met die bal, maar die lift die bal over. Valken 68, waar onder andere centrale verdediger Chris de Lange ontbreekt. Samen met Arikan is er ook nog niet bij. En ook Peter Kuyt ontbreekt. Hij brak zijn pols dinsdag op de training. Daar Langeveld. Ja, dat heeft hij wel eens beter gedaan. Maar goed, het zij hem vergeven, speelt een uitstekende wedstrijd. Dan Jaco van der Bent op het middenveld. Mag die bal er overheen. Ja, dat gaat lukken. Dan komt daar Langeveld. Langeveld dan alleen op de doelman af. Maar maakt hij zichzelf dan wat te lastig. Ja, niet alles lukt in zo'n wedstrijd natuurlijk. Sammy Zandbergen ook veelvuldig aan de bal bij de thuisploeg. Geeft die bal op rechts op Huig van Duin. Komt hij met een voorzet. En daar komt Van der Bent niet uit met zijn stappen. En dan blijft het bij die marge van twee treffers. En is Honselersdijk nu in balbezit aan de linkerkant. Daar bij de dugout van André Laurens wordt die bal over de zijlijn gewerkt. En is het dan even later Honselersdijk die weer gaat trachten een nieuwe aanval op te zetten. Daar over links komt die bal daarvoor. Maar dat is een eenvoudige prooi voor Van Harmelen. Honselersdijk, moet gezegd worden, de ploeg geeft het niet op. Veelvuldig ook via Tom van Veen. Toch die een belangrijke speler. En daar dan een hele behoorlijke kans. En die gaat er dan uiteindelijk niet in. En dan is het een vrije trap voor Valken 68. Een grote kans daarvoor Nick van der Kraan. Ook ingevallen bij de gasten. Van der Bent dan weer aan de overkant in een levendige wedstrijd. Komt die bal net niet bij de ook ingevallen Ilja de Vries. En anders was het gewoon 4-1 geworden. En is het natuurlijk beslist. Nu nog steeds kan het wellicht twee kanten op. Daar weer met de inzet, maar die gaat naast via Luc Groeneboom. Maar Valken geeft toch gaandeweg wel wat kansen weg. Daar Huig van Duin. Kijk nog even achterom. Waar is de verdediger? Nou, die komt er niet meer aan. Dan het schot. En die gaat naast het doel van Quinten van der Helm. En zo loopt de tijd wel door natuurlijk in het voordeel van Valken 68. En lijkt de zegen binnen en gaat het Honselersdijk op de ranglijst passeren. En een hele belangrijke overwinning. Want Valken 68 heeft de punten zeker nog nodig. En dan is het klaar hier op het duivrak. Valken wint, verdient met 3-1.